Bedrijventerrein Snelle en Polanen in Woerden wordt geen bedrijfsinvesteringszone, ofwel BIS. Dat bleek na een peiling onder de ondernemers op het bedrijventerrein. De uitslag van de stemming werd door wethouder van Economische Zaken Bob Duindam bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het pand van Groenendijk Bedrijfskleding. Er zijn, zoals u weet, drie drempels die genomen moeten worden, wil een uitslag positief zijn. De eerste drempel is de opkomst. Een meerderheid moet opkomen en 57,9% heeft gestemd. Dat is positief. Dus die drempel hebben we gehaald. Van de voorstemmers moet de helft van de WOS-waarde voor zijn. Van de WOS-waarde is 85,8% voor. En van de voorstemmers moet 2/3 voor zijn. En van de voorstemmers is 63,6% voor. Dat betekent dat we 1 drempel niet gehaald hebben. Dat betekent helaas dat er onvoldoende draagvlak is voor de BIS Snelle en Polanen. Een treurige uitkomst, begrijp ik. Ja, nou ja, teleurstellende uitslag. 3 drempels, 1 niet gehaald. En dan gaat het feest van een BIS gaat niet door. Even nog in het kort, wat is een bedrijfsinvesteringszone? Een bedrijfsinvesteringszone zorgt ervoor dat ondernemers gezamenlijk 1 vereniging vormen die bij voldoende draagvlak tot een verplichting leidt voor alle mensen binnen, alle bedrijven binnen dat bedrijventerrein om deel te nemen. En daarmee zijn ze in staat om zelf een aantal dingen na te streven die de overheid niet doet. Dus het is bovenop het pakket wat de overheid verzorgt. En dat geld wordt bij elkaar gelegd door een contributie die de gemeente int en aan de vereniging uitkeert. En aan wat voor zaken zou je dan moeten denken? Zaken die de gemeente niet regelt en die bedrijven onderling wel kunnen regelen? Denk aan gezamenlijk energieinkoop, denk aan gezamenlijk telecomcontracten regelen, denk aan gezamenlijk gladheidsbestrijding op de bedrijventerreinen. Dan heb ik het niet over de openbare weg, want die doen wij. Denk aan gezamenlijke veiligheid inkopen. Dus allerlei zaken die bedrijven nu individueel regelen, waardoor ze als ze dat als vereniging zouden doen schaalvoordeel kunnen krijgen. Dat levert dus gewoon die contributie die ze betalen in meervoud op. Dus het is heel erg jammer dat bedrijven, een aantal bedrijven dat niet hebben herkend. Een van de mensen die zich heeft ingezet om op bedrijventerrein Snelle en Polanen een bedrijfsinvesteringszone mogelijk te maken is Marien Groenendijk. Ook hij is teleurgesteld. Nou ja, ik was aan de ene kant was ik blij dat op de 3 punten er 2 sowieso ruimschoots gehaald werden. Ja, wel heel zuur natuurlijk dat op 1 punt na, of op 1% na, de benodigde 2/3 meerderheid niet werd behaald. En ja, we hebben er veel aandacht aan besteed met informatiebijeenkomsten en ook 1-op-1 gesprekken veel, omdat er ook veel mensen belden wat wij ervan vonden en wij ook veel uitleg gegeven. En dan is het natuurlijk zuur dat het juist met de hak over de sloot niet is gelukt. Want jullie hebben er erg veel tijd en moeite in gestoken om het project wel te laten slagen. Ja. Waar bestond dat werk uit wat jullie hebben verricht? Nou, we hebben bij Schuitema, het distributiecentrum hier, hebben we een bijeenkomst gehouden waar een goede opkomst was. En daar hebben we de mensen geïnformeerd. Er waren best wel wat vragen en die hebben we ook beantwoord. En aan de andere kant, nadat de bijeenkomst was geweest, hebben we daarna gesprekken gevoerd, inderdaad met heel veel ondernemers. Om nog eens een keer nader uitleg te geven of aan mensen die niet op de bijeenkomst waren geweest. Er bestaan nu plannen om op het bedrijventerrein in Snelle en Polanen op vrijwillige basis een bedrijfsinvesteringszone in te voeren.